De boerenburgerbeweging wil 300.000 huizen bouwen in de Oostvaardersplassen. Daar moeten dan ongeveer 1 miljoen mensen gaan wonen. Op die manier wil de partij dat er minder druk komt op de landbouwgrond. Dinsdag lichtte Femke Wiersma van de partij de plannen toe. Ja, wij willen 300.000 woningen gaan bouwen hier in het Troendra gedeelte van de Oostvaardersplassen. Waar eigenlijk de natuurwaarden toch al verloren gegaan zijn. Waar iedere winter talloze grazers de hongersdood sterven of afgeschoten worden omdat ze het gewoon niet redden. Het is bij uitstek een plek dat geschikt is voor woningbouw, centraal in Nederland. Goed ontsloten, er loopt al een treinverbinding richting de Randstad. Dus een fantastische plek waar wij betaalbaar ook voor jongeren woningen willen gaan realiseren die hoog nodig zijn in Nederland. Het project bevat ook hoogbouw, omdat dat volgens de partij de enige manier is om alle mensen te huisvesten. Door voor deze locatie te kiezen, wordt de grondhonger volgens de partij in andere delen van Nederland geremd. Op dit moment zie je dat bij alle beleidsvraagstukken, of het nu gaat om de energietransitie, zonnepanelen, maar ook bij woningbouw, dat er direct gekeken wordt naar de agrarische gronden. Dat ze die wel kunnen vrijmaken om de ruimte te geven om dat soort transities en om aan die vragen te voldoen. Nou ja, dat willen wij voorkomen. BBB wil dat alle vruchtbare landbouwgrond, alle landbouwgrond behouden blijft voor de landbouw. Binnen hoeveel jaar moet dit plan gerealiseerd zijn? Als BBB in de Kamer komt, dan willen we dit via een spoedwet gaan realiseren. Dus dat zal eerder een kwestie van jaren zijn dan een decennium.